Ja, iedereen van harte welkom, ook op het internet. Prijs koning Jezus. Het is vandaag Vaderdag. En misschien hebben jullie nog wel een vader, dat je denkt van nou, dan ga ik vandaag nog even één om een cadeautje te brengen. We hebben eigenlijk twee soorten vaders, wil ik jou vandaag meenemen in het verhaal. Ten eerste de geestelijke vader en de natuurlijke vader. De geestelijke vader, die ontvang jij bij jouw wedergeboorte. En dat is de Heere God die dan in jouw leven komt. Want zonder, kijk, als ik gewoon kijk in mijn eigen leven, waar ik doorheen ben geweest, ja, leerde ik eigenlijk pas mijn natuurlijke vader kennen nadat hij overleden was. En dat is behoorlijk ingrijpend. En vandaag aan de dag heb ik ook heel veel mensen die tegen mij zouden zeggen van luister Hans, ik heb moeite met mijn vader. En ik heb moeite met het beeld van mijn vader als persoon. Maar dat is dus de natuurlijke vader die je in je leven hebt gehad. Misschien heeft je natuurlijke vader jou wel mishandeld. Misschien wel. In sommige omstandigheden misschien wel erger en nog dieper als dat je mee hebt gemaakt. Maar dan is het fijn om te weten dat je een wedergeboorte hebt in je eigen leven. En dat je mag weten van ik heb nu een geestelijke papa die voor mij zorgt. Die mij ongelooflijk lief heeft en die het beste in mij naar voren wil halen. Als het goed is, je hebt een goede vader, nou dan heb je daar hele mooie herinneringen aan. Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader mij leerde fietsen. En mijn vader die stond met de handen voor de ogen, want hij, mijn fiets die ging regelrecht op een auto af. En schreeuwde, kijk uit. Ja, en dus, maar dat zal dus de geestelijke vader ook doen en de natuurlijke vader ook. Dus we hebben heel veel overeenkomsten natuurlijk met onze geestelijke vader en met onze natuurlijke vader. En het is natuurlijk, God wil ook geëerd worden. Hij wil geëerd worden als een vader, maar God is niet alleen als een vader, hij is ook als een moeder en hij is ook als een trooster. Dus God heeft over het algemeen, hij is de geestelijke vader en in andere factoren heel mooi zichtbaar. In de natuurlijke vader is op één vlak. Als je kijkt naar mijn natuurlijke vader, waar ik het al even over had, over het fietsen leren, en ga zo maar door. Ja, dan kijk ik terug naar mijn natuurlijke vader met een knipoog. En mijn natuurlijke vader is bij de geestelijke vader. Dus dat is weer een heel mooi gedachte. Dat je gewoon weet dat je elkaar straks weer tegen gaat komen bij de Heer Jezus. En dat is iets, daar ben ik zo blij mee. Maar de Bijbel die spreekt ook over regelmatig over relatie. De relatie als vader, als zoon. En als zoon naar de vader toe. En ik ben blij dat ene kant Gabriel naar zijn vader is gegaan. Want de Bijbel die spreekt er ook over. Eer uw vader en uw moeder. Opdat je een lang leven hebt. En dat is ook iets. We mogen ook een ander eren. Dus Ilse heeft straks ook allemaal voor elke man die hier is. Een cadeautje. Want jullie zijn allemaal vaders. Is het niet in het natuurlijke, dan ben je in het geestelijke ook een vader. We hoeven niet allemaal kinderen te hebben niet, om een vader genoemd te worden. Want we kunnen ook een vaderlijk figuur zijn, een geestelijke vader, die even een ander meehelpt. Ik heb ook een paar mensen die mij met regelmaat bellen en daar ben ik een beetje een vader voor. En ik vind het fijn om een vader te mogen zijn.
gewoon iemand even te mogen bemoedigen als vader. Om te laten zien van, hé, mijn zoon, het gaat wel goed. En zo is het eigenlijk ook met God. God is trots op jou. Wauw. Nou, inderdaad. Prijs de Heer ervoor. Ja. He, en niet alleen op de vaders, maar God is ook trots op de moeders. He, en God houdt ongelooflijk veel van jou. He, en hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. Jeremia 29, vers 11. En dat spreekt de vader, die spreekt dat dus uit. Die zegt eigenlijk, mijn zoon en mijn dochter, ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. Wauw, dat is zo mooi als je dat ziet, hè. Wauw. Ja. Kijk, als we kijken naar Colossenzen 1 vers 17, dan zegt het, hij bestaat voor alles en voor alles bestaat. Samenhangen wordt samengehouden in hem. In hem, in Jezus, is alles geopenbaard naar jou toe. En dat is juist het mooie wat God voor jou heeft. He, dat is een geweldige Bijbeltekst, dat alles bestaat uit hem. Uit de Vader. En dat is zo mooi als je dat ziet, dat het vaderhart zo ongelooflijk naar jou uitgaat. He, ik ben als vader ben ik trots op mijn kinderen bijvoorbeeld. En wat wil ik dat mijn kinderen het goed hebben? He, stel je voor dat mijn dochter moet examen doen en ik weet de antwoorden. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar bijvoorbeeld, dan zou ik dat haar in willen fluisteren als zij dat niet weet. Want als een goede vader en als een goede moeder, wil jij dat jouw kinderen een welslagen hebben in jouw leven. Dat ze het voorspoedig gaat. Dat wil God graag. Amen. Tenminste, ik wel. Ik zal het verschrikkelijk vinden als een van mijn zonen of een van mijn dochters ja, het niet goed heeft in hun leven. Toch? Ja. He, God die wil dat het jou ongelooflijk goed gaat. Ja. He, zonder God kunnen wij geen perfect huwelijk hebben. Zonder God kunnen wij geen perfecte relaties hebben. He, maar het is de liefde van de Heer Jezus die jou en mij beïnvloedt en ons samen bent. He, en vandaag is het dus Vaderdag en dat is ook het samenbinden van families. Ook het samenbinden van relaties. Het gaat vandaag om een relatie. He, en zo heeft God ook een relatie met jou. He, en als je kijkt in de Bijbel, he, dan heb ik ook wel een voorbeeld. Dat Abraham, hij was een vader. En dan op dat moment zegt Vader God tegen de andere vader van ik wil dat jij je zoon gaat offeren. En op dat moment, dan neemt Abraham, die neemt op een gegeven moment Isaac mee voor een offer te brengen. En dan vraagt Isaac eigenlijk aan zijn vader, van vader, waar is het offer? En dit is een heel mooi beeld, wat ik jou vandaag ook mee wil geven, in jouw dagelijks offer, in jouw dagelijks leven. Waar is het offer? He, vandaag zal de vader kunnen zeggen aan zijn zoon, waar is jouw geschenk voor mij? Waar is die? He, dus eigenlijk vroeg God aan Abraham een geschenk. Wou hij laten zien van hoeveel Abraham van hem hield. Nou, ik denk dat de vader trots is als zijn zoon tegen hem zegt van vader, ik hou van jou, ik heb jou lief. Tenminste, ik groei ervan. Nou ja. Ik hoop in de goede richting. He, maar dat is gewoon fijn als je gewoon op dat moment weet. Als jouw zoon van je houdt. Dan denk je, wauw, mijn zoon heeft mij lief. En dan heeft Abraham heeft dat ook. Hij heeft zijn zoon intens lief. Maar hij heeft God liever.
En dat is een mooi beeld wat ik jou vandaag ook mee wil geven. In jouw persoonlijkheid. Om de Heere God lief te hebben met geheel je hart. Met geheel je ziel. En met geheel je verstand en al wat er binnenin jou is. Want ik denk dat dat liefde is wat je kan uitspreken. Een akkerperliefde. En dat wil God ook. Ik neem je nog mee naar een paar Bijbelteksten die ik jou voor jou heb. In Psalm 103, vers 13. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Nou, ik begon even over Abraham. En Abraham, hij vreesde de Heer. Hij had de Heer intens lief. En hij wou alles doen voor de Heer. En doen wij dat ook vandaag aan de dag? Nou, ik heb wel eens periodes in mijn leven gehad. Dat durf ik eerlijk te bekennen, dat ik niet alles deed voor de Heer. Heb ik wel eens momenten erbij gehad in mijn leven, dat ik dacht van nou vader, ik vind het allemaal heel erg moeilijk. Maar dan hield de vader, die hield dan op dat moment nog van mij. Kijk, mijn vader die was wel eens een keer anders naar mij toe. Die bestrafte mij ook wel eens een keer met een mattenklopper. En dan wist ik al, als ik thuis kwam, dat ik straf zou krijgen. Dus dan stopte ik al een stel kranten in mijn broek. En dan begon hij te slaan. En dan zei ik, dat doet toch geen pijn. Nee, maar dan scheurde hij die kranten uit mijn onderbroek. En toen deed het wel pijn. Maar dat is dan de natuurlijke vader. De natuurlijke vader kan jou nog eens een keer pijn doen in jouw dagelijks leven. Maar je hemelse vader, die wil jou geen pijn doen. Tuurlijk, de Bijbel spreekt wel over een tuchtiging. Die God ook kan geven aan jou om te gaan kijken van hoe ver hou je van mij en heb je mij werkelijk lief. Maar Dat is te vergelijken van eens een keer even iemand testen. Even kijken. Van, heb je erg werkelijk lief? Of is het eigenlijk maar dat je het erom doet? Als je kijkt naar 1 Johannes, dat is de apostel van de liefde, hè? Johannes. Hè? Dus als je echt iets wil weten over het vaderhart van God, ga dan maar de Johannesbrieven lezen. Johannes was echt een apostel van de liefde. En in 1 Johannes 3 vers 1. En dan staat daar, bedenk toch hoe groot de liefde is van de Vader ons heeft geschonken. En wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn wij ook. Nou, dat is een voorrecht. Als je een vader in je leven hebt die ook jou erkent als kind van God. Want er zijn ook vaders vandaag aan de dag die hun kinderen niet erkennen. Maar God die erkent jou in zijn grote liefde. En hij heeft een plan voor jou. En hij weet op een gegeven moment wat je kan. En hij zal jou in alle tijden zal hij jou helpen. En zal hij jou liefhebben. En zal hij jou ondersteunen. En hij is gewoon de perfecte vader voor jou. Dus ik wil eigenlijk jou zeggen, als je pijn hebt om je natuurlijke vader, oké, ga dan naar de geestelijke vader toe en vraag hem dat hij die pijn uit je hart wil nemen. En misschien jouw gedachten wil uitwissen of jouw emoties. En het leuke was dat sommige mensen zeggen wel eens, ja ik kan niet vergeven. Nee, je moet ook niet vergeven vanuit je gevoel. Want dat is soms moeilijk, vergeven vanuit je gevoel. Want je gevoel, dat gaat zo vaak tegen allerlei emoties in. Maar ga niet vergeven vanuit gevoel, maar vergeef vanuit geloof. En als jouw vader niet helemaal lief was geweest voor jou, of heeft rotte dingen in je leven gedaan, dan zou ik vandaag willen zeggen tegen jou, vergeef jouw vader vanuit geloof. Jouw vader, ik dank u wel dat we mogen anderen zegenen.
En ik wil u vragen, Heer, wilt u de mensen die ook op het internet kijken, ook live bij Facebook, Heer, die zeggen, ja, die Vader van mij, maar dan mogen ze naar u toe gaan. Naar de hemelse Vader, naar de geestelijke Vader. Dan mogen ze ontdekken dat u een goede Vader bent. Vader, ik wil u vragen om iedereen te troosten die troost nodig heeft. Heren, misschien ook de mensen die denken aan hun vader die er niet meer is. Heren, ik dank u wel dat u ook een trooster bent als vader. Heer, dat u ook doorgaat met ons en ons altijd helpt en bemoedigt. En vader, zo zegen ik de mensen in de naam van onze geliefde Heer Jezus met een geweldige genezing in zijn naam. Amen.